Als je de derde graad woordkunstdrama volledig hebt afgerond, dan kun je in de vierde graad kiezen voor verteltheater stemregie. Als iemand mijn maar had opgeraapt en in zijn zak gestopt en daar gelaten had. Je wil met verschillende soorten teksten werken. Je houdt van literatuur. Dat af en toe een hand me vond, voelde hoe zacht ik was en dan weer losliet. Je wil teksten dramaturgisch bewerken en scènewaardig maken. Je wil ze op een podium performen. Of op de vensterbank gelegd. Op nachtkastje. In een rommeldoos. De keukenla. Je wil woorden tot leven brengen via intonatie, spanning, stilte, stemgebruik, ruimtegebruik, mimiek, gestiek en timing. Je wil je publiek meenemen naar een andere wereld van verbeelding en emotie. Ik deed laatst bij mij dik ik de schuurdeur open en toen zat er een naaktzak achter. Maar dat zag ik eigenlijk pas toen ik de schuurdeur weer dicht deed. En die schuurdeur gaat bij ons heel vlak over de tegels en laag over de... Ja, en dus die naaktzak die was op de heenweg al helemaal weggerold en maar ook een beetje geplet en een beetje half opengescheurd en heel akelig, zo ja. En die slak lag zo half gedraaid van na te krimpen zo en van au, au, helemaal bloot, een beetje gescheurd, een beetje opengehaald, een beetje gebutst en zo. Het zag er heel akelig uit, ja. Een spannend verhaal, een tekst vol humor. Een gier, wat klein van stuk en met een steentje in zijn oog, kwam bij de deur van een tabakswinkel en bleef staan. Een podcast. Zijn zwarte lakschoenen glansden bij het stenen trapje dat naar de tabakswinkel voerde. De punten van de schoenen gingen in de richting van het interieur van de winkel. Nog twee stappen en de heer zou door de deur verdwenen zijn. Maar om de een of andere reden hield hij in. Dialogen met wisselende emoties. En met deze woorden zette de heer zijn hoed op en ging naar ergens opzij, waarbij de menigte verbluft achterliet. Je krijgt bij ons de kans om met veel enthousiasme een eigen project uit te werken. Dat kan uitgroeien tot een creatief programma.